boven. Ik merk wit en ja, het is blauw, het is niet zwart. Nou, kijk eens aan. Lekkere lasagne is klaar. Goedemiddag lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Weterboel. We leven vandaag op woensdag 17 februari en het is alweer bijna 2:30, 13:21. Ik heb me lekker eventjes weer gepoedeld en gedaan en mijn haar moet nog nodig een keer even weer doen. Maar ja, dan moet ik wel op mij een beetje beter voelen dan ik nu ben. Dus ja, een beetje haarlijk kan wonderen doen. En er moeten er zometeen twee uit. En er was mij beloofd dat er eentje vanmiddag zou, tenminste. Ja, het staat daar weer in. Ze zou proberen om vanmiddag te komen. Ja, is wel onzeker hè. Moet ik wachten, maar afbericht of wat dan ook krijg ik niet. Dus maar wachten totdat dat ze komt. En ik vind dat niet leuk. Nee, jullie kennen haar wel. Rebecca. Maar ja, zij heeft nog een bos huissleutel van mij. En die moet ik wat hebben. Niet om haar, maar die moet ik nou weer aan een ander geven. Aan Astrid. Dus ja, ze zal wel een keer eerder komen. Heb ik ook geen zitten te wachten. Zonder afbericht. Nou, dat vind ik niet leuk. En ik heb er al wat op gezegd. Nee, antwoord krijgen is er niet bij. Waarom niet? Allee. Kom op, geef antwoord. Zo moeilijk is dat niet. En of ik nou druk heb of niet, dat maakt twee keer niks uit. Er zijn zoveel mensen die het nog drukker hebben dan jij, schat. Dus ja. Maar ja, het zal. Hé, ja, nou Elwin, ja meisje. Nee. Ja, het regende hier, bah. Niks aan hoor, die regen, niet. Nou, ik heb een lange jurk maar weer aan. Ik denk, ja, ik doe lekker om en om. Lekker puk, vind ik leuk. De ene dag dit, de andere dag dat. En zo wordt het ook 1, 2, 3 niet vuil. En ja, dan morgen doe ik gewoon mijn lange broek. Ja, ik heb wel van een lange broek eronder, want dan is het koud. Maar in ieder geval een lange broek met mijn jurk met het zwart en paars. En daarna met het wit en het zwart. Dus ja. Ik kan hem op en dan krijg ik ook nog nieuwe kleding, denk ik, binnenkort, want er is weer wat in aantocht. Dus ja, ik had kleding besteld. Als ik een nieuwe kleding heb, ik ken dat oude spul allemaal weg. Rijka. Nee. Mag er niet. Is toch foei. Waspot. Nee, dat lastig jij. En ik voel dat mijn lippen droog zijn. En wat hebben we daarvoor? Labello. Ja. Dus het komt allemaal wel goed. Ja. Zo. En dan kunnen wij er weer tegen. En Karin die heeft al meer dan 10 kilometer gelopen vandaag. En zij zei dat het mooi weer was. En dat het knap weer was. En dat het lekker weer was. Maar hier niet hoor. Nee. De push en erg. Wat ga je doen? Achteruit. Een stuk op. PostNL. Nou, wie weet je daar mijn pakketje bij? Ja, dat wachten we nog even af. Dus ik sluit zo af, want ik wil ook de boel klaarmaken om met de hondjes te gaan. Dus ja, dan heb ik mijn handen nodig. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van de dag. Weet je wel, maar het zonnetje als je bij jullie ook het slechte weer hebben, want we hebben hier niet fijn weer. Nee, het is zo grijs als een deneten en het is triest. Ja, maar wees gewoon zelf maar de zon. Ja, iets anders kan ik er niet van maken. Dus ik zou zeggen, tot later. Hallo, daar ben ik weer. Ja, terug van weg geweest. Ja, zeker, want ja, jullie wisten, ik ging met de hondjes uit. En
ga ik mijn poort uit en ik ga linksaf. En stond de ene, die bus van de postbezorger, die pakketbezorger, stond voor mijn deur. Maar hij was eerst helemaal naar achter gereden, achteruit. Mocht hier eigenlijk geen auto meer als je zwaar materiaal hebt of wat dan ook. En hij moet in de zijstraat wezen van deze straat, ja. Dan is het voor hem makkelijker om dat even zo te doen. Maar nou stond hij voor mijn neus en ik zag hem naar mijn deur te lopen. Dus ik roep beneden, postbezorger, hallo, hiero. Ik heb het. Ja, dan gaan we dat gezellig even openmaken. Het is tussenaf. Want wij hebben dus weer in de regen moeten lopen. Maar ja, we gaan eens even kijken hoe het weer open gaat. Ja. Even kijken. Hè? Even kijken. Ja. Even kijken, hè, Rijka? Ja, nou ja, die kan niet meer gebruikt worden voor vuilniszak. Nee, want dat is nou helemaal kapot. Dan gaat hij daar weer dicht zitten. Dat is toen zwaar geweest. O jee, er zit meer in dan één. 2. Een 3. Zo is die licht. Ja. Nou, kijk. Die kan niet meer gebruikt worden. Nee, die gaat weg. Gaat, deze gaat gewoon weg. Weg. Even in de vuilnis. Dat krijg jij niet. Plastic verteert niet. Wie het kleintje niet eert, is het grutten niet weer. Nou, we hebben eerst die, dan die en dan deze. Maar ja, deze is dik. Dat is echt niet hoor. Wat hierin, ik zal dat niet weten. We gaan eerst het kleintje openen. Ik denk dat het weer een armbandje is. Dat moet ik. Of oorbellen. Ik had het oorbellen besteld. Die waren gratis. Enkele cent kosten moet je dan betalen. Ja. We zetten daar de schaar tussen. Dat is makkelijk. Zo. Oh, nou, we doen nog even jullie. Ja, nee, is voor mezelf, ja. Ik hou hem even in het zakje. Ik weet niet of jullie het, nee, dat kan niet. Ik haal hem eruit. Die moet dus daar bij me dragen. Die moet ik wel willen. Andere kant ook? Nee, één kant. Glimt tot en met. Hoe moet ik dat nou houden? Nou, er staat COPD op. Weet ik nog niet waar ik hem aan zal doen. Misschien aan mijn armband hoor. Wie weet. Ik kan hem zo aanhaken. Zoals een sleutelhangertje. Weet je wel, het is toch zo'n dingetje. Zo aanhaken. Die moet je. Het is wel heel groot, maar doet er niet toe. Beter te groot en te lezen dan niks bij. Dat was 1. Gelijk omgedaan. Zo, nou, welke nou? Eerst in een mine mutter. Nou, ik ga mijn ogen dicht doen. Ja, oké. Okay. In een mine mutter, 10 pond grutten, 10 pond kaas. In een mine mutter is de baas. Dat is dus deze. Ja. Dus voor. Hé jongens. Ik heb kikker in bril. Ook de schaar. Maar het weer open. Ja, even kikker.
Zo. Voilà. Ja. Ja, die is ook mooi. Zeg toch, kleding. En dat moet ik even zien, daarom. Ga jij daar even overheen hangen of wil dat niet? Ja, dat wil. Niet gaan passen. Ja, dat is een boven. Met wit en ja, is een blauwetje niet zo erg. Hij is mooi. Hij is grandioos. Allemaal van dezelfde stand dan die andere kleurtjes. Maar deze is tenminste afgewerkt. Wat is die? Ik ben er weer blij mee. Ja, echt wel. Maar het is niet zwart. Er zit wel zwart bij. Dat is mee afgezet. Maar dat is weer blauw. Maar ik vind hem echt grandioos. Ik ben er echt, ja, dat vind ik wel. En ik heb ook eens een keer wat besteld, een tijd geleden, voor mijn nagels. Een hulpmiddel om je nagels te lakken, omdat ik altijd ook op mijn vingers zit. Nou, dat wil je niet hebben, toch? Maar, ik weet het niet. Nee. Voor schoonmaken. Ja, voor schoonmaken. Voor in de douche. De muur. Twee stuks. Ja, helemaal goed. Nou ja, dat is perfect. Want dan kunnen ze de muur ook eens een keer doen, weet je. Nou. Een werkcadeautje voor je. Voor Astrid. Ja, nou ja, ik doe ze er ook weer even erin. Ik denk dat dat wat drinkt of zo. Maar ik verwacht nog veel meer hoor, want ik had nog veel meer besteld. Maar ja, allemaal met tussenpozen, weet je. Dus je krijgt het ook in tussenpozen weer binnen. Nou, voor vrijdag. Ja, voor vrijdag toch weer. Uppa. Nou, ik ben er blij mee. Die hangt gelijk op de goede plek. En dus ja, perfect. Dan kunnen ze dat ook zien. Dat zakje, ik heb weer mooi bewaren, want daar moet weer wat in. Wat niet leuk is, maar het moet wel gedaan worden. Ja, want ik heb voor deze ketting heb vlindertjes gekocht, kinderoorbelletjes met blauwe vlindertjes. Die stekers die worden eraf gehaald en dan komen die vlindertjes hierop. Er komt een gaatje in het carbonsteen en daar komt het as in van mijn schoonmama. Ja, en dat komt dan eerst hierin en dan gaat dat zo naar toe. Maar ja, ik wacht eerst tot alles weer open is, weet je. Dan is hij ook weer van de partij. Maar ja, die mafkees daar in Den Haag, hij moet zich nalaten kijken, weet je dat? Ja, hij moet, dat hele zootje daar, moet hem nalaten kijken. Echt. En ook die rechter hoor. Ik las gisteren de vraag al. Was zij dronken of zo, die vrouw, die rechter? Nou ja, zo kwam het ook wel over, alsof ze bezopen was. Maar ja, het kan ook best wel dat ze ooit een herseninfarct heeft gehad. Maar dan... Ja, nou, haal er een andere rechter erbij. Ja, want zij moet gewoon lekker naar huis toe en achter een geranium gaan zitten of andere leuke dingen doen, maar niet meer dat beroep uitoefenen. Want
Ze zat zelf te kijken hoor. Ja, echt. Er zijn zoveel rare dingen erover gezegd, over haar alleen al. Nou ja, en dan dat hele mikmak, je moet zich ook naar laten kijken. Want ze deugen allemaal voor geen meter, want je moet juist naar buiten toe. Je moet niet binnen blijven, want binnen, daar ook kun je dus ziek worden, door de warmte ook. En dat zijn ziektekiemers, ziektewekkers. Je moet naar buiten toe, zoveel mogelijk. Frisse lucht, vitamine D, slik vitamine D. De zonlicht is vitamine D. Ga zoveel mogelijk naar buiten toe. Vorst, daar kan geen ene virus tegen, want dat gaat dood. Hitte kan er geen ene virus tegen, want dat gaat dood. Maar je moet niet gewoon de normale warmte opzoeken. Ga dan naar een sauna toe of wat dan ook, weet je. Maar niet de normale huiswarmte. Omdat, daar broeit het weer. Gaat er weer lekker leven, heel lekker temperatuurtje. Maar je gaat ook niet je huis zo opstoken dat het bloedje heet is. Want je hebt van de zon misschien wel weer hartstikke heet buiten. Dat is meer dan genoeg. En de regen, die filtert het weer. Dus hoe zou binnen zitten? Blijf zelf binnen zitten en hou je poten thuis bij anderen vandaan. Handjes schudden ken ik ook hoor. Iedereen wel. Maar het mag van jou niet, Rutte. Maar je doet het zelf wel. Ja, maar oké, genoeg over hem, want ik heb toch gegeten en gedronken als ik hem zie. En madame Elwin, die legt me in de weg. Maar ja, lieve vrienden, dit was dat pakketje dus weer. Ik ben er weer super blij mee en ja, grandioos. Helemaal even wat nieuwe kleding, kan ik weer wat ouds wegdoen, et cetera. Dat moet ik ook allemaal uitzoeken. Nee, ik krijg nou hulp erbij, dus komt allemaal goed. Ik ga zometeen eten klaarmaken. Ik ga eerst koffie doen en dan ga ik eten maken. Alvast voorbereiden, in ieder geval voor vanavond. Want ik wil nog toch eindelijk eens een keer gaan maken. Lasagne. Lasagne, weet ik veel. Dus we zien er wel misschien dat ik jullie daar ook nog even bij haal. Ik weet het nog niet, maar ik ga eerst lekker bakken koffie doen. Ik zou zeggen, tot straks. Doei. Zo, lieve vrienden, en ja hoor, Rebecca is geweest, dat ik was weer helemaal blij. Ja, ik heb net de kop in de beker weggebracht, want zo thee. Ik heb de sleutels gekregen en ja, ze heeft verteld wat er aan de hand was en nog eigenlijk is. Ze is blij dat ze nu eindelijk even een paar dagen vrij heeft en de kinderen die gaan uitlogeren bij hun papa. En ja, alles is goed, koekenij. Maar, ben je wel weer het een en ander te horen gekomen. Maar daar praat ik liever niet over via hier. Nee, dat ga ik liever dus niet aan nemen. Dat gaat over iemand die niet meer bij mij komt. En ook niet meer bij mij welkom is. Nee. Dat volgens mij niet zo ziek of zo. Want zo... Het gaat geen logische zin in, op die manier. Ik vind dit zo absurd wat zij doet. Maar oké, ja, ik zit ook gelijk naar mijn pc te kijken, want ik heb daar mee bezig geweest. Dus er is een vlog in aankomst. En ja, dat komt allemaal goed. Kijk straks naar YouTube brengen en dan moet ik nog inderdaad weer nog steeds aan die lasagne beginnen. Ja! Nou, oké. We zien wel. Ja. Het is 5:00, dus ik ga er straks, als dat klaar is, ermee beginnen. En dan neem ik die voorbereidingen erover. Dat ik pas wanneer ik met de ladies daar ben weggeweest, de dames. Ik leg het nou lekker op de bank. En dan zet ik het daarna wel in de oven. Ja, toch? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik wou dit jullie eventjes laten weten dat ze wel geweest is. Ik heb de sleutels, dus ja. En Astrid die gaf me net al een appje, zag ik tevoorschijn komen. Dus ik zal even kijken, want dan ga ik even een foto van de sleutels sturen. Dus wie weet, oh, ze is geweest. Dus ja, maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie namiddag. Het is 5:00 op de klok.
1 minuut over 5 zegt de computer, dus dat zal dan ook wel wezen. Mijn horloge zegt 2 minuten over 5, dus ja, whatever. Ze zeggen, geniet. En ja, het is hier nog steeds grijs, grauw en triest. Het heeft weliswaar niet meer geregend, maar het is al triest weer. Ja, maar ze zeggen, tot straks maar weer. Doei! Nou, ik ben al met een gehakt bezig te bakken en dat spettert en dat doet en alles wordt weer vies. Daar heb ik de tomaten, daar het zakje. Jeetje, ik mag al uitkijken. Even de salade zetten. Want het spat alle kanten op behalve de goeie. En daar de rest, wat er ook nog in moet. Dus dat komt allemaal wel goed. Ja. En daar loopt er een. En daar zit er een. En de andere die heb ik naar de hal gedaan. Die had daar nog eten staan. Dus moet jij grapien. Oh. Maar oké, ik zal weer jullie erbij neer gaan leggen. En daar me eigenlijk mee bemoeien. Ik heb jullie nog vast, dus ik heb niet in de standaard. Dus ja, helaas, pindakaas, dat is afval. Dat gaat zo meteen in de container. Dus lieve vrienden, tot straks maar weer. Nou, kijk eens aan. Lekkere lasagne is klaar. Het is kokend heet, ja. Ik had geen geraspte kaas, dus twee plakken kaas eroverheen. Ik denk dat kent toch net zo goed, ja. Enkel daar is het een klein beetje zwart, maar dat is het enigste. Dat is de gehakt. Ja, nou ja, dat kan gebeuren hoor. Ik vind het er lekker uitzien. Misschien heb ik het anders gedaan dan het eigenlijk behoort. Ik weet het allemaal niet, maar het zal heus wel denk ik ook smaken, want het ruikt in ieder geval lekker. Ja. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, als jullie ook laat zijn met eten, dan net zoals ik, zou ik zeggen, smakelijk eten, bon appetit, prutjes, ja. Ik ga er nog even een bakje koffie erbij maken. Dat is een schoon doekje hoor, want ik had er net water op mijn schoteltje gemorst. Ik denk, ho, even schoonmaken, ik heb het daarmee gedaan. En ik zal nog een wijntje inschenken en dan zijn we weer klaar. Ik moet nog water in de koker doen, want die staat leeg. Bijna leeg. Dus ik even water erin en dan even koken, koffie, heerlijk erbij. En die grote meid gaat er ook even bij liggen. Die denkt ook, bekijk het maar. Verderop, daar op de bank legt er eentje. Dus het is allemaal lekker rustig. Dus ik zou zeggen, voor later op de avond smakelijk eten. Ja hoor, wel trusten en mooie dromen. En morgen gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot morgen!